Welkom bij het COVID-19-journaal. In het programma Niet zomaar een prikje, dat zich richt op de informatieverschaffing over het COVID-19-vaccin, heeft minister Amar Ramadien van Volksgezondheid een belangrijk update gegeven over de aanstaande eerste levering van vaccins in ons land later deze maand. Via de COVAX-faciliteit van PAHO komt nu een hoeveelheid van zo'n 80.000 vaccin van AstraZeneca in plaats van het eerder genoemde Pfizer-vaccin. Laat me dit stellen. We hebben vanuit de overheid, van overheidswegen een agreement, ons gecommitteerd aan COVAX-initiatief van de WHO. En ze overkoepelen het orgaan welke eigenlijk voor landen onderhandelt met COVID-vaccinmakers, dus de bedrijven zelf. En feitelijk zijn er 72 landen aangesloten bij COVAX en hebben wij inderdaad gehoord en gezien. En we hebben reeds commitments gemaakt door down payments te doen. En we kregen dus op 6 januari de boodschap van COVAX dat er een mogelijkheid bestond om mee te doen. In elk geval als er interesse was vanuit de overheid. In de eerste ronde van succesvolle onderhandelingen die zij gepleegd hadden met Pfizer, BioNTech. En daarbij zouden we 18 januari dus aan een enkele voorwaarde moeten voldoen. Hetgeen we ook gedaan hebben. We hebben de stukken opgestuurd. En ik heb, er zou dus op 28 januari een review plaatsvinden. Ja. Dat is eigenlijk gewoon even herzien van alle documentatie die is aangeleverd. En aan de hand van de informatie die ik vandaag heb gehad, eergisterdag heb gehad. 18 januari hebben dus 72 landen aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn. Waaronder 36 zelffinancierende landen en 36 landen die ondersteund worden financieel. En voor alle informatie, Suriname is in de COVAX agreement geclassificeerd als een zelffinancierend land. Wat ik hier wil aangeven, is feitelijk dat het aantal landen, dus 72 landen, hebben deelgenomen aan, althans interesse hebben getoond. Er is op 28 januari een review geweest. En op basis van die review, waar men heeft gekeken naar verschillende aspecten, dus readiness noemen ze dat, country readiness, waar wij aan voldoen. Dat is ook genoemd in de brief. Maar men kijkt ook naar de mortaliteit, dus het sterftecijfer, de besmettingscijfers in het land, et cetera. En op basis daarvan zijn slechts 18 landen in aanmerking gekomen voor deze opportunity. Het ging om 1 miljoen doses. Verspreid over dus 18 landen. En Suriname zal helaas niet worden geïncludeerd. Dus Suriname is niet gekozen in de eerste golf van vaccins. Maar wat ik wel kan aangeven, dat we wel geselecteerd zijn voor een ander vaccin, waar er nu ook al succesvolle onderhandelingen mee zijn. Voor veel meer dosen zelfs. Waar wij dus in principe gedacht hadden maar 0,25% van de populatie in de eerste ronde te kunnen vaccineren, namelijk de frontlinewerkers. Mag ik u zeggen dat zeker tegen de periode van eind februari wij een aantal van 79.200 vaccins van het merk AstraZeneca mogen verwachten voor Suriname. Weliswaar kreeg je niet 79.200 in één keer, maar voor het eerste kwartaal zal dat ongeveer 30% van dit aantal zijn. Dat komt op ongeveer 25.000 en de rest tussen 65 en 75% in het tweede kwartaal van het jaar. Hetgeen betekent dat wij dus wel vanuit COVAX in staat zullen zijn het AstraZeneca vaccin te ontvangen. Dat geeft natuurlijk wel je plan enigszins gaan omgooien. Maar het zijn ook twee doses die nodig zijn. En dokter Vreden kan daarover zo meteen wat meer vertellen. We hebben intussen ook al gevraagd aan onze registratiecommissie om het AstraZeneca-vaccin te beoordelen en onze advies te geven. En aan de andere kant moeten wij wat papierwerk nog gaan verrichten om het AstraZeneca-vaccin ergens mid to late februari te mogen ontvangen. In ieder geval zal er een kleine gap ontstaan, een delay in onze plannen. Maar we laten ons niet uit de weg slaan en gaan als overheid zeker eraan en werken eraan op meerdere fronten om aan meerdere door de WHO of andere gezaghebbende gezondheidsinstituten goedgekeurde vaccins te halen voor de Surinamers.
Nou, de volgende stap is sowieso dat wij kenbaar maken aan COVAX, dat wij akkoord gaan met het aangeboden voorstel vanuit COVAX. Kijk, het principe bij COVAX is, er komen voorstellen, er komen opportunities voor een land. En als je dus niet geïnteresseerd bent vanwege een negatief advies bijvoorbeeld van je eigen gezondheidsautoriteit of van de doktoren in jouw land, en je dat niet wil, dan heb je altijd de optie om te wachten tot de volgende available is. En dat zal een ongoing proces zijn. Maar wij hebben het goed beoordeeld en we hebben dus nu, zijn we wachten op het advies van de registratiecommissie. Het moment dat er een goedkeuring is, en daar is belangrijk dat je genoeg documentatie hebt, hè, want we werken dus, de registratiecommissie kijkt niet alleen naar een naam en keurt daarbij goed. Daar zijn er independent, dus onafhankelijke deskundigen, die elk vanuit hun zijn of haar vakgebied op een onafhankelijke wijze documenten beoordelen. En dat zijn eigenlijk data, beschikbare data qua onderzoek, et cetera, tot nu toe nog wat al beschikbaar is. En dan wordt er advies gegeven. Soms kan het een tijdelijk advies zijn of advies onder bepaalde voorwaarden. Dus daar zijn we wachtende op. Wij beïnvloeden niets van de overheid. We wachten rustig op het advies van onze deskundigen. En aan de hand van het advies kan de overheid nog altijd beslissen van nee, we gaan niet mee met dit advies. Maar in ieder geval, we blijven transparant in ons beleid. Vaccins bevatten in het algemeen dragerstoffen die automatisch worden afgebroken in ons lichaam. Dus de vrees voor ernstige bijwerkingen van het vaccin wordt door sommige mensen erg overtrokken. Vaccins in het algemeen bevatten, en dat zijn geen vaccins van nu, maar dat zijn vaccins die er altijd al waren, dat zijn stoffen die je adjuvantia kan noemen. Dat zijn stoffen die de immunogeniciteit van het vaccin versterken. Een van die stoffen kan bijvoorbeeld een aluminiumverbinding zijn. Als ik even goed nadenk, is dat, ik weet niet even zeker of dat nou in het Pfizer-vaccin zit, maar er zijn vaccins die dat ja, gebruiken. Iets waarvan ik weet dat het Pfizer-vaccin gebruikt, dat is een soort van een lipide. Nanopartikels van lipiden. Lipiden, dat zijn vetten. En waarom ze die vetten bevatten, is, kijk, dat mRNA, wat wordt ingespoten, dat is heel kwetsbaar en dat wordt heel snel afgebroken. En om te voorkomen dat mRNA nog wordt afgebroken voordat het in de cel terechtkomt, heeft men daar een nanopartikel, een soort van lipide jasje, aan gekoppeld. Zo zien normale virussen er ook uit. Die hebben altijd een jasje. Waardoor ze überhaupt de cel in kunnen komen. Die lipiden worden in de cel altijd afgebroken. En op zich, lipiden die hebben we ook in het lichaam, dus dat maakt niet zoveel uit. En het mRNA zelf wordt ook afgebroken. Dus na enige tijd is er van dit vaccin überhaupt niks meer, althans dat van wat ingespoten wordt, is er niks meer in het lichaam. Want mRNA, dat is niet een nieuwe stof. Wij hebben zelf mRNA en het virus, dus het COVID-virus, dat is een virus dat, het is, dat uiteraard ook mRNA heeft. En dat mRNA wordt als het ware in het lichaam vertaald naar allerlei virusonderdelen. Dus wat vaccins in het algemeen hebben, maar dat zijn niet per se deze vaccins. Dat zijn soms dragerstoffen, stoffen waarmee ze makkelijker op de plaats kunnen komen waar ze moeten zijn. En zij kunnen ook adjuvantia bevatten. Er zijn verschillende adjuvantia. Dat zijn stoffen die de immunogeniciteit van dat vaccin vergroten. Maar dat is dus niet bij deze vaccins, dat is al het hepatitis B-vaccin, dat is al in de 80er jaren is ontwikkeld, dat heeft ook adjuvantia. Dus en daarom zeg ik, er wordt heel veel misinformatie gegeven. Iemand had het over formaldehyde. Nou, dat is ook niet iets van dit vaccin. Dat is al tientallen jaren wordt dat gebruikt voor de extractie. Ja. En dat is een stof die zo goed mogelijk weer
verwijderd wordt. Dus als je tegen dit vaccin bent, dan moet je eigenlijk tegen alle vaccins zijn. Want, of eigenlijk, ik zeg dit vaccin, maar er zijn bijna 100 verschillende coronavaccins in productie. Ja. En deze 3, 4 krijgen extra aandacht omdat zij bijna zo ver zijn, of eigenlijk zijn er een aantal al zo ver, om geregistreerd te worden. Maar er zijn heel veel kandidaten en er zijn ook, en waarom ze ook aandacht krijgen is omdat deze techniek is wat innovatief. Ja. Het is een andere manier om vaccins te maken die bovendien ertoe leidt dat je in een hele korte periode heel veel vaccins kan maken. Weet waar je informatie over de werking van de goedgekeurde vaccins vandaan haalt. In de testfase zijn deze vaccins aan ruim 40.000 mensen toegediend en niemand is eraan overleden. Het vaccin is bedoeld om de kans op sterfte door het coronavirus voor 94% te voorkomen. Dit is voor infectioloog een reden om zelf het vaccin te nemen. Ik denk niet dat je je informatie van Facebook moet halen. De vorige beller die heeft haar informatie van de WHO-website gehaald en dat is een veel betrouwbare plek. Dus je kunt informatie krijgen, maar ga naar een betrouwbare plek, want iedereen kan alles op Facebook zetten en dat gebeurt ook. U heeft mij verkeerd begrepen dat ik zei dat het vaccin op apen is uitgetest. Nee, het vaccin is op meer dan 40.000 mensen, aan 40.000 mensen toegediend. En nogmaals, wat er ook op Facebook staat, geen van deze 40.000 mensen, het geloof ik zelfs 44.000, is doodgegaan. Wat u ook op Facebook ziet, dat is onwaarheid. Zoek naar de juiste informatie, bijvoorbeeld op de WHO-website. Ja. Dat is die informatie. Dus er zijn geen mensen aan het vaccin doodgegaan. En terugkomend op wat is het nut van dit vaccin? Dat was de vraag van die mevrouw die de WHO-website heeft bekeken. Het nut van dit vaccin is dat het sterfte in 94% van de gevallen voorkomt. En u kunt van mij we kunnen daarover van mening verschillen, maar ik vind dat een enorme achievement. Als wij 94 van de 100 mensen die anders zouden doodgaan in leven kunnen houden, dan vind ik, dan ben ik al gemotiveerd om het vaccin te nemen. Maar wat gebeurt, en dat heeft te maken met de nauwkeurigheid van al deze studies. Deze studies hebben ook gekeken van oké, maar, of ze hebben niet gekeken, ze hebben gezegd van, we hebben primair gekeken naar wat doet dit vaccin. En wat ze hebben gezien is dit vaccin voorkomt ernstige ziekte en dood. Maar wat ze niet hebben vastgesteld nog is, als je dit vaccin neemt, heb je dan nog, kan het zijn dat je dat virus toch nog in je keel krijgt en niet ziek wordt? Daar is er nog geen antwoord op. En dat is de reden dat wij voorlopig nog wel die Mohana-maatregelen zullen moeten handhaven. Maar ik heb ook gezegd, naarmate er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, dan hoeven die Mohana-maatregelen ook niet meer. Want als we allemaal gevaccineerd zijn, dan boeit het niet om of ik mijn virus aan jou overdraag, want we zijn allebei beschermd. Dus naarmate er een betere vaccinatiegraad is in de samenleving, kunnen wij deze maatregelen afschaffen. Ik hoop dat ik hiermee uw vraag heb beantwoord. We hadden het in de vorige editie van het COVID-19-journaal over de voorzichtige opstart van het onderwijs middels lespakketten, waarmee de leerlingen thuis alvast aan de slag kunnen. Na deze fase volgt met het beraad van de schoolleiders een evaluatie voordat het ministerie van Onderwijs in de volgende versnelling gaat met deze alternatieve school op afstandprogramma's. Er worden verder oplossingen gezocht voor onderwijs in het binnenland. Hierover heeft minister Marie Leevens mededelingen gedaan om de leerlingen in afgelegen gebieden van laptops te voorzien. Ook wordt gedacht aan een betere aanpak via school-tv en radio. Ik heb ook met de verschillende groepen, de directeuren beraden en het clusterplatform van lagere scholen afgestemd en gezegd, ik ga vanuit het ministerie gaan we binnen 2 weken tijd een evaluatie doen. En op basis van die evaluatie, dan gaan we verder opbouwen. Dan gaan we in de tweede versnelling. Dan gaan we kijken hoe we dat toch efficiënter kunnen doen.
Een ander aspect wat ik ook wil aanhalen is dat het ministerie natuurlijk bezig is om ondersteunende programma's te maken. Het is al genoemd in de afgelopen dagen, hoe zit het met schooltv, met schoolradio. Dat is inderdaad wat we in de afgelopen tijd vanuit het ministerie hebben bekeken. En we hebben een aantal dingen in kaart moeten brengen. Daarbij rekening houdend natuurlijk met het binnenland. Omdat wij niet willen dat de kinderen van het binnenland het kind is van de rekening. Dus wij willen dat aspect ook meenemen. Overigens, we hebben binnenkort een meeting met de schoolleiders van het binnenland. Om toch nog die betrokkenheid voor dat proces, hoe dat proces op gang kan komen in het binnenland, daarmee ook een opstart te maken. We hebben nog niet de gelegenheid gehad om te praten binnen de overheid, de regering van de leerkrachten. Niet alle leerkrachten zijn gestationeerd op hun plek. Dus daarover moeten we natuurlijk een hele goede discussie voeren. En dat hangt natuurlijk ook af van de hele COVID-situatie. Dus al met al, er zal toch wel een holistische aanpak worden uitgewerkt. En daarmee zijn we dus nu bezig. En waarvan de minister ook al heeft gezegd dat we teruggaan naar de stakeholders. Omdat die aanpak natuurlijk ook gedragen moet worden. Het zijn trouwens de leerkrachten, de verschillende stakeholders, de onderwijsgevers die die aanpak zullen moeten dragen. En wij willen ze natuurlijk daarin kennen, zodat het ook op een succesvolle manier uitgevoerd zou kunnen worden. Er is geen sprake van een verloren schooljaar. De onderwijsdirecteur spreekt liever van een vertraging. Ik wil niet zozeer praten over een verloren schooljaar. Wat er wel is natuurlijk, en dat moeten we niet ontkennen, is dat er een vertraging is binnen dat onderwijsproces. Maar nogmaals, wij zitten er niet alleen in. De hele wereld zit in die vertraging. En met z'n allen, en we kijken ook naar wat de wereld doet, wat andere landen doen, willen we daarop aansluiten en die vertaalslag proberen te maken van hoe wij onze kinderen, onze studenten, op een hele veilige en verantwoordelijke manier dit jaar te laten afsluiten. Ik praat vooralsnog nog niet over een verloren schooljaar, omdat de kansen om die te benutten, die zijn er nog. En er zijn nog altijd andere mogelijkheden om altijd tot een oplossing te komen. Gezonde voeding en optimaal bewegen zijn randvoorwaarden voor een goede fysieke gesteldheid. Versterk uw eigen weerstand ten alle tijde. Bescherm uzelf en uw naasten onder alle omstandigheden. Wij gaan hier samen doorheen en delen een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tot slot danken wij de gezondheidswerkers voor hun bijdrage en zorg. Tot morgen bij een nieuwe aflevering van het COVID-19 Journaal. Goedenavond.